Esther is haar bed aan het opmaken. En het ziet er heel cool uit, maar ze heeft echt alle kussens aan de kant gegooid. Het looks so funny. Daar ligt een hele berg. Dat is vooral de panda pile. Panda pile. Oh my god. That's a word twister. En hier ligt ook zeg maar nog een shitload aan pillows. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ja, echt gewoon squishy panda's. Dat is zo gewoon. Oh ja, en een Totoro natuurlijk. En de pillows met de kitties. Never. And I got that on camera. Dit is het eindresultaat. Hé, hey, dankjewel Khaleesi voor het licht. Wat een handige hulp ben je toch? Assistente. Is de hond het? Achternaam is niet één. Juist. Die zou het hebben. Ja. Zo, nou, ik heb mijn moeder net afgezet bij haar eigen thuis. We hebben dus al de hele rit achter de rug. En ik ga nu lekker naar mijn eigen huis rijden. Ik ben nog even naar voetbal geweest bij mijn neefje. Dat was bij FC Almere. Dat was echt super cute. Hij had een beker gewonnen en dan voor zijn team. Dus daar waren we nog eventjes langs gereden. Ik dacht, als ik er toch nog ben. Maar nu ga ik lekker naar huis. Ik ga pissen, want ik doe het bijna in mijn legging. En dan ga ik echt keihard douchen gewoon. Echt fucking lekker douchen. En dan ga ik eten maken. Ik heb lekker zoete aardappelpuree meegekregen van Esther. Dus zoete aardappelpuree. Andijvie-stampot met zoete aardappel wat we gisteren hadden. Dus dat ga ik lekker eten. En dan ga ik echt keihard chillen. Dus ik zie jullie wel als ik thuis ben. Even serieus. Ik rij weg bij mijn moeder. En dit is het nummer wat als eerste komt. Even serieus. Dit is echt awesome. Ik heb mijn post even verzameld. Ik ben eindelijk thuis. En ik heb een vet lief kaartje gekregen van mijn bestie Esther. Dus die ga ik eventjes lekker op de kast zetten. Bij de rest. Nou ja, bij de rest. Bij de twee andere kaartjes die ik heb. En onze foto's. Oh, jullie zien er helemaal geen reet van. Want het is hartstikke donker hier. Oh. Eventjes licht aan. Oh ja, handig. Ik ben toch vergeten mijn kachel uit te zetten. Oh well. Als ik thuis was geweest, had ik het ook nodig gehad. Ik ga nu eventjes pizzen doen en whatever. Want ik kom echt letterlijk net binnen. Want er stond iemand weer als een asshole geparkeerd naast me of voor mijn huis. Dus nu heb ik hem ook als een asshole moeten parkeren. Want ik ga echt niet vet lang lopen met al deze troep, zeg maar, in mijn handen. En ik heb ook nog eens een schilderij gekregen van Esther. Als soort housewarming. Dit is echt een van mijn favoriete schilderijen van haar. Daar wil ik echt super graag zo'n mat van hebben en zo. Dus die moest ik ook nog eens veilig meenemen hierheen. En dat wou ik voor mijn deur hebben. Dus ik ga mijn ding doen. Nou, ik ben al best een tijdje mijn ding aan het doen. Ik heb Black Mirror helemaal afgekeken. Ik heb gegeten. Ik heb nog niet gedoucht. Ik ben wel al 8 keer in slaap gevallen of zo, denk ik. En het is pas 9 uur. Engaging full grandma mode has started. Want ja, ik... echt super moe gewoon na de afgelopen dagen. Ik heb het wel echt heel erg leuk gehad. Ik heb een paar mensen gezien weer in de Flevopolder. Maar ik ben toch wel heel erg blij dat ik nu weer lekker thuis ben. Lekker in de rust. Ik snap nu helemaal gewoon lekker... Ja, dat het hier gewoon super rustig is. En dat je gewoon lekker tot jezelf kan komen, zeg maar. Dus daar ben ik echt... ja, ik ben heel erg blij mee. Wat ik nu ga doen is wel douchen. Want ik wil nog heel eventjes wakker blijven. Want ik wil niet nu al in slaap vallen. En ik wil ook niet nu al naar mijn bed. Dus ik ga eventjes lekker douchen, lekker uitgebreid. Dan ga ik me even compleet insmeren met mijn body butters van de body shop. En dan ga ik eventjes editen, denk ik. En bij het editen ga ik sowieso in slaap vallen. Dus ik denk dat ik misschien in mijn bed ga editen of zo. Maar dat zie ik zo meteen wel. Ik ga nu in ieder geval lekker douchen. Hallootjes. Ik zit nog eventjes op mijn laptop, maar ik ben van plan om naar mijn bed te gaan. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik als laatste had gevlogd. Volgens mij dat ik zou gaan douchen. En dat heb ik gedaan. Ik ruik echt heerlijk naar vanilla chai. Echt. Maar ik heb thee gedronken. Ik heb chips gegeten. Ik heb mijn vlogs geëdit. En ik heb wat eten uitgezocht voor Vegan Friday. Daar was ik eigenlijk nog een beetje mee bezig. Ik was bezig op de computer, maar ik was er zeg maar aan het exporteren. En ondertussen was ik papiertjes tussen mijn boek aan het doen wat ik wil eten. Want ik dacht, laat ik me een keertje voorbereiden op Vegan Friday. Want vrijdag krijg ik bezoek. En vrijdag ga ik ook bingoen als het goed is. Dus ik ga gezellig bingoen met mijn moeder en dan degene die hierheen komt. En daar heb ik echt vet veel zin in. Maar
ja, we gaan dan ook samen eten, maar ik, ja, ik heb natuurlijk Vegan Friday, dus dan wil ik wel een beetje doen alsof ik weet wat ik aan het doen ben, zeg maar. Niet dat ik niet weet wat ik aan het doen ben, maar dan in één keer moet ik voor iemand anders erbij koken. En dan wil ik toch wel iets boeienders doen. Dus ik dacht van, weet je, dat kookboek komt nu heel erg goed van pas, dus die ga ik nu zeker weten eventjes gebruiken. Oh, ik krijg nu al kramp in mijn arm. Maar ja, dus dat ben ik nu eventjes nog aan het doen. Ik ben eventjes in mijn boek aan het kijken. Maar misschien dat ik het wel mee naar boven neem. Want ik heb nu geen zin meer om hier te zitten. Het begint steeds kouder te worden, zeg maar. Dus ik ga lekker richting mijn bed. Ik denk niet dat ik verder nog iets te vertellen heb. Dus ik ga denk ik de vlog gewoon hier afsluiten. Nee, misschien wil ik nog eventjes vertellen hoe de reis nou eigenlijk was gegaan. En oh, dat ik echt één ding had. Het was zo gevaarlijk gewoon. Ik stond gewoon op een verdrijvingsvlak op de snelweg op een gegeven moment. Ik was zo gestrest van de reis richting Flevoland, zeg maar. Want we hadden een afslag gemist en daardoor moest ik 20 minuten omrijden bij Amsterdam. Nou, dat vond ik al heel erg kut, want dat was bij Zuidoost en bij de Rijn. Daar was het echt fucking druk en het was al fucking druk, want ik ben en op vrijdagavond in Amsterdam. Ik heb echt een vuurdoop gehad, zeg maar. Toen moest ik dus in mijn eentje nog, nadat ik mijn moeder had afgezet, moest ik in mijn eentje richting Amstelveen rijden. Ja, ik ging naar Amstelveen, daar zou ik iemand meeten. En ja, ik ben daar echt helemaal niet bekend. Dus ik moest ineens de snelweg af, zeg maar. Want mijn TomTom zei niet dat ik rechts moest aanhouden, maar die zei gewoon dat ik rechts moest. En ineens veranderden twee banen. En toen dacht ik van, ja shit, moet ik nou wel deze afslag hebben of niet? Dus nou, dat moest dus wel. Maar ik kon niet meer terug op die baan, want er kwam een auto aan. En toen heb ik echt vet gevaarlijk gewoon geremd op de snelweg. Omdat ik gewoon, ik moest daarheen, want ik wou echt niet verdwalen in mijn eentje. Ik was al zo lang aan het rijden, want niet alleen in Amsterdam hadden we dus een afslag gemist. Maar ik weet niet wat er mis is gegaan, maar ineens duurde de reis gewoon fucking 3 uur. In plaats van 2 uur. Dus we waren zeg maar bij een tankstation, want ik moest echt super nodig plassen. En ik hield het echt niet meer vol. En ik keek op die klok en ik denk, 43 minuten? Moet ik nog 43 minuten rijden? Dat klopt echt voor een meter. En ik snapte er echt helemaal niks meer van. Het was echt... Ik was echt doodmoe. En weet je, rijden is echt heel erg leuk. En ik hou er heel erg van. Maar niet als je zeg maar een Vegan Friday hebt. Waarin je 6 kaneelbroodjes hebt gegeten over de hele dag verdeeld. Met een beetje fruit. En je dan ook nog eens iemand naast je hebt zitten, waar je verantwoordelijk over voelt. En die dan ook nog eens de afslag mist, zeg maar. Ah, ik was echt zo hangry. Ik was niet hangry op mijn moeder per se. Ik was wel echt super cranky. En dat wist ze ook wel. Heb ik ook wel gezegd van, ja, sorry, dat was niet persoonlijk of zo. Maar, oh my god, jongen. Ik had echt moordneigingen. Niet naar mijn moeder. Ik had geen moordneigingen naar mijn moeder. Ik had moordneigingen naar de mensen op de weg, zeg maar. Het was echt verschrikkelijk. Maar goed, dat is klittenband wat je hoort trouwens. Ik ben heel irritant. Lekker aan het friemelen aan mijn klittenband van mijn laptop. Maar goed, ik ga de vlog afsluiten. Want ik heb nu echt vet lang zitten lullen. En nu weet je ongeveer een beetje hoe de reis was richting Flevoland. Ik had het er niet echt meer over gehad. En ik heb er ook niet meer aan gedacht om het erover te hebben. Maar ik dacht van ja, anders dan ga ik weer zeggen van ja, dat vertel ik later wel en dan doe ik het niet. Dus... Vandaar deze korte samenvatting eventjes van mijn reis van hel naar de hel, zeg maar. Maar de terugweg ging helemaal goed, hoor. Dat was verder gewoon helemaal prima in orde. Ik ben vandaag teruggekomen, toch? Ja, soms dan gaat de tijd zo vaag. Anyways, ik ga lekker de vlog afsluiten voor de 1000ste keer. Ik wens jullie een hele fijne avond, een hele fijne nachtrust. En ik zie jullie heel graag morgen weer voor een nieuw avontuur. Slaap lekker!